Wat is de loge, de vrijmetselarij, de essentie daarvan? Ik ga van loge naar loge bij bepaalde feestelijkheden, bij bepaalde feestelijke vergaderingen. Uh-huh. En we houden de boel draaiende. Goed. Wat doen jullie in zo'n tempel? Wel, wij houden daar vergaderingen. Nou, waarom is dat zo belangrijk, dat het allemaal zo discreet blijft? Je mag niet vergeten dat een tiental vrijmetselaars geëxecuteerd zijn. Die angst zit er nog in. Het is een democratische club. Is er nog een bijeenkomst voor het einde van het jaar? Ik heb nog wel wat te doen. Ja. Het was. En weet u al waarover er gesproken zal worden? Bij u? Wel, in mijn eigen loge zal het een feestelijke zitting zijn waar we eigenlijk de seizoenswisseling bespreken. Dus het herboren worden van de natuur, een soort aankondiging van het nieuwe licht. Als je een heel jaar bezig bent met licht, ga je niet één dag nog eens extra licht maken. Dat kan dus eigenlijk bijna hangen niet. Er bij u altijd lichtjes. Er is niet altijd, alleen kerst, er is altijd licht. Kerstboom. Goed, mag ik u nog veel plezier wensen bij u in de tempel in Antwerpen.